We hebben in onze brievenbus een vogelnestje. Eigenlijk hebben we al zo lang dat die brievenbus hier hangt elk jaar. Nestjes, zijn er vogeltjes die proberen om een nestje te maken in die brievenbus. Maar dit jaar is niet gebleven bij een nestje. Dit keer zijn er ook eitjes. Helaas maar aan. Kiebot. We gaan eens gaan kijken. Ja! Nee. Klein. Zal je even opheffen? Zie je het? Klein eitje. Ja, kom hier, kom hier. Waarom? Dat is van het vogeltje. Waarom maak ik klaar komen? Omdat dat vogeltje dan niet leuk vindt als je daar aankomt. Als er iemand is die weet van welke vogel dan die eitjes zijn, dan mag je dat altijd laten weten. Kan het niet echt wachten. Ze zijn wit met roze of paarse vlekjes. Nu, de kans dat die ook gaan uitkomen lijkt mij heel klein. Want hier komt gewoon nog elke dag post in. Dus volgens mij gaan die... Waarschijnlijk is de mama nu al lang weg ook. Ik weet niet zoveel van vogelnestjes, maar ik weet wel dat als je een nestkastje maakt, dat het heel belangrijk is in welke richting dat dan hangt. Dus ik veronderstel dat dit de goede richting is. Hey man, nog eens kijken. Waar is de vogel dan? Is de vogel hier niet? Nee, de vogel zal... Maar ik vrees een beetje, de postbode gaat daar post in doen en zo. Dus ik vrees een beetje dat de vogel ook niet veel gaat terechtkomen hoor. Zie je het? Ja, maar ik zie vies de vogel onder de vuil. Vies de vogel onder de vuil. Nu zijn we niet meer zien dat ik een beetje stout ben. Niet meer hoor, even zien. Maar wie vindt de vogel met stout? Ja, staat. Ja, zie. Omdat je in zijn nestje gekeken hebt. Ik zie. Nou, nee, maar de postbode gaat daar ook elke dag kijken. Dus op een brief en steken. Dus ja. Het maakt niet veel uit dat hij daar een keer aan geweest is. Dat gaat het verschil niet maken. Ga maar. Zo klein ben ik niet, hè? Of zo klein? Ga maar naar binnen.